goed bewaren, deze video. Ja, ja. Het gaat even over Ronald Koeman. Want daar heb ik dus de afgelopen weken heb ik daar weer van alles over gelezen. Over Koeman en Barcelona. Allemaal speculatie. Allemaal mensen die het allemaal weten. Dit gaat er gebeuren, dat gaat er gebeuren. Ik ga nu even vertellen hoe het ongeveer gaat gebeuren. En dus goed bewaren, deze video. Kijk, bij Koeman kunnen er twee scenario's zich afspelen. Scenario 1, daar gaan we. Barcelona die maakt er dit seizoen helemaal niks van. Huh? Die verliezen gewoon een aantal wedstrijdjes achter elkaar. En ja, Barcelona besluit om Valverde eruit te gooien. Oké, klaar. En dan zou je denken, dan gaat Koeman naar Barcelona. Fout. Niet. Nee. Koeman gaat dan niet naar Barcelona. Nee. Ronald Koeman blijft dan bij het Nederlands elftal. Want hij wil graag het EK meemaken. Dat is duidelijk. En kan het natuurlijk ook niet echt maken ten opzichte van de KNVB met zijn contract. Dus, Valverde eruit voor het eind van het seizoen. Koeman blijft bij Oranje. Nou hebben we dan nummer 2 scenario. Einde van het seizoen zegt Barcelona. Ja, maar want dat vinden ze geloof ik wel daar in Barcelona. Die zijn een beetje klaar met die Valverde. Dus dan stoppen ze ermee. Dat zou de weg vrijmaken voor Koeman. Duidelijk, want zij willen Ronald Koeman natuurlijk graag hebben. En Koeman wil in zijn hele leven niets liever dan naar Barcelona gaan. Nou, oké, dus dat lijkt me dat. En dan wel. Dan wel. Want dan valt verder weg. En dan gaat Koeman wel naar Barcelona. Aan het eind van het seizoen, na de EK. En dan zitten wij zonder bondscoach. En daarom vraag ik aan jullie. Bewaar deze video goed. Ga niet vertellen straks van, dat heb je allemaal nooit verteld. Nee. Goed bewaren.